Dit ding dus vervangen, toch? Je moet eerst deze eraf, het handvat. Daarvoor moeten we dit loshalen. Vervolgens halen we die in dus. Halen we de shifter los. En 3 is dat. Zo. Deze zit nu los. Even bij de versnellingskabel bij de as komen. En dan gaan we die eruit halen. Als er dan af is, dan kan je die binnenkant ronddraaien. En als er dan geen speling zit op deze kabel, eruit. Die willen we dan langzaam terug laten schieten. Daar doen we straks een nieuwe kabel in. En dan gaan we dit ding helemaal eruit halen en vervangen. Dus deze kunnen we dan losknippen. Dus die even loshalen. Zo. Dus die even loshalen. Zo. Even hierop. Zit die volgens mij nu helemaal los. Zo. De nieuwe buitenkabel met een metalen deel voor de kant van het stuur en een plastic deel voor de kant van het wiel van de versnelling. Die kun je eraf halen. Eerst deze door de fiets heen en dan doen we deze binnenkabel die al vast zit aan de shifter. Die doen we hier doorheen en dan komt die daaruit. Daarna doen we het op. Dus daar is die kabel. Heel voorzichtig zoeken naar het uiteinde. Is het uiteinde. Ja, zo, nou hebben we hem. Dan kijken we hier naar het uiteinde. De shifter zal ongeveer hier erin komen te zitten. Zorg dat je wat speling hier hebt. Dan zal het zo uitkomen ongeveer. Betekent het, deze kabel, die gaan ze dus hier doorheen lussen. Dan denk ik hier achterlangs en dan moet die daarin. En daar moet het zwarte dopje erop komen. Dus knip ik hem ongeveer hier af. Laten we ervoor zorgen dat dit gaatje weer een beetje rond wordt. Dus komt die binnenkabel er niet doorheen. Doen we die nu eens erin? Kunnen we alvast losjes om het stuur heen doen. Zo. Dat is weer heel veel moet gaan zitten. Genoeg spelen, misschien iets te veel zelfs. Dat is mooi, denk ik. Zo. Pak het zwarte dopje.
zit dat. Het volgende wat we moeten gaan doen is halen we deze weer even uit. Het kleinetje zat niet helemaal goed. Die doen we straks ook. Het volgende wat we moeten doen is vanaf dit punt, vanaf het dopje, 10,1 centimeter meten. En daar moet dat blokje komen wat ik nu ga pakken. Als je die wat open draait, dan geen opening, moet die kabel doorheen. Ja, dat is niet zo erg. Dan draaien we hem een beetje vast. Zo draai je hem helemaal strak met een moersleutel 10. Maar eerst moet de afstand het midden van dit moertje tot het begin van die, dat dopje moet 101 mm zijn. Dus dat is 10,1 centimeter. Als je dat al kan aflezen. En dan knippen we het uiteinde af. Met een beetje speling. En dan dit doppie. Die doen we dan in het uiteinde. Dan knijp je dit zo hard als je kan. Doe dit er onderdoor. Kan die daar doorheen. Oh ja, zorg even dat de versnelling in 1 zit. Zo. Hier onderdoor en dan hier overheen. En dan moet hij in het gat vallen. En dan moet je hier kijken of dit gele streepje met dit nokje hier. Hier al oplijnt. Als hij in de vierde versnelling zit. Moet aanpassen. Stel dat hij niet los genoeg zit. Of sorry, dat hij strakker moet. Dan draai je deze tegen de klok in. Dus draai je deze los. Dan komt de binnenkabel strakker. Als hij losser moet, moet je hem naar rechts draaien. Dan komt de binnenkabel losser. Totdat die twee dingetjes daar beneden opgelijnd zijn. Zoals hier. Nou, als je dan hebt gecheckt dat die twee, dat het gele streepje en dat nokje opgelijnd staan. Lopen we de kabel goed langs, dat het overal redelijk vast zit. Zorgen dat deze vast zit. Hoef alleen nog het handvat erop te doen. En het dopje op het eind. En dan ben je klaar.